De voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Priya Sital, noemt het Nationaal Jeugdcongres 2016 succesvol. Ze spreekt zelfs van een historische editie, aangezien er veel beleidsmakers aanwezig waren, waaronder vicepresident Ashwin Adin, de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée en een groot aantal ministers. Het jeugdcongres is afgelopen weekend gehouden in de congreshaal. Duizenden jongeren uit stad en district hebben met de beleidsmakers van gedachten gewisseld en gediscussieerd over het jeugdbeleid. De participatie van de jeugd was heel goed, zegt Sital vol trots. Verder hebben we 4 presentaties gehad over studiefinanciering, over jeugdcriminaliteit, over werkgelegenheid en jong ondernemerschap en als laatste over invloed van social media op jongeren. De jongeren hebben gebruik gemaakt van deze unieke gelegenheid door flink vragen te stellen aan de beleidsmakers. Op het programma hadden we de paneldiscussie met de beleidsmakers tot 12 uur. Dit is zeker uitgelopen tot 2 uur. De jongeren hebben gretig gebruik ervan gemaakt. Vandaag hebben we presentaties van de 3 jeugdorganen en een presentatie over schoolvervoer, waar de jongeren de gelegenheid kregen om vragen te stellen en zonder meer het jeugdinstituut te evalueren. Aldus de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Priya Sital. Ze noemt het Nationaal Jeugdcongres 2016 succesvol.